Waarschijnlijk heeft Mesdag Blommers gevraagd om voor het panorama te schilderen. Deels vanwege hun vriendschap, ze kenden elkaar goed. Maar Mesdag kon Blommers hulp ook goed gebruiken. Blommers was een van de bekende schilders van het vissersgenre. Hij volgde daarin Jozef Israëls na. Die toch de grote Nederlandse schilder van het vissersgenre was. Maar Blommers gaf daar een heel eigen draai aan. Hij schilderde meer de zonnige kant van het vissersleven. En omdat voor het vissersgenre vaak vissers, vrouwen en kinderen in beeld werden gebracht, was hij ook een hele goede figuurschilder. Dus Mesdag kon zijn hulp goed gebruiken bij het figuurschilderen. Het waren hele grote figuren die Blommers schilderde. De een is bijna een meter, iets meer dan een meter hoog, en de andere zo'n 55 centimeter. Dat soort formaten van figuren heeft Mesdag nooit geschilderd. Wanneer Mesdag en Blommers elkaar precies ontmoet hebben, dat weten we niet. Maar ze zullen elkaar ongetwijfeld van het schildersmilieu kennen. Blommers was eind jaren 1860 lid van Pulgri geworden. En Mesdag kwam ook rond die tijd, verhuisde hij naar Den Haag. En in 1871, toen Blommers trouwde met een visverkoopster uit Scheveningen, die model had gestaan voor een van zijn schilderijen, toen waren Mesdag en Anton Mauve allebei getuigen bij hun huwelijk. Dus je kunt wel zeggen dat zij toen al wel goed met elkaar bevriend waren. Nou, met dit soort strandtaferelen maakte Blommers furoren in Nederland en vanaf de jaren 80 ook in het buitenland. De Haagse schoolschilders werden bekend in Engeland en in Amerika onder meer, waar dit soort onderwerpen het goed deden. De figuren van Blommers voor het panorama zijn zo belangrijk omdat zij heel ver vooraan op het doek staan. Dus ze staan vrij dicht bij ons als toeschouwer en voeren je eigenlijk mee het panorama in. Ze voeren je echt mee het strand op. Dat was voor Mesdag wel een belangrijke reden om dit over te laten aan iemand die het figuurschilderen goed in de vingers had. Ik denk dat Mesdag Blommers nodig had voor advies over de figuren. Maar we weten niet zeker of Mesdag zelf al die figuren had bedacht van de vissersvrouw en het kindje. Misschien kwam het ook wel het idee op om een rugfiguur te doen. En dat Mesdag daardoor dacht, nou dan vraag ik daar Blommers voor, want die is daar bedreven in. In ieder geval is het zo dat op de voorstudies die we kennen van Mesdag, die hij van het panorama maakte, dat daar eerst nog geen figuren op die plek te zien zijn en later staan er wel twee kleine figuurtjes. Maar daaruit, die zijn zo klein dat we niet goed kunnen zien of het nou om mannen of vrouwen gaat. Het lijken twee mannen te zijn, het zijn zeker geen volwassenen en kindje. Dus dat is misschien iets wat echt ontstaan is tijdens het werken aan het panorama. En bijzonder aan de werken van Blommers is dat dat het allemaal moeiteloos gaat. Dus de vissersvrouwen zijn bezig met werken. Maar ondertussen kletsen ze ook met elkaar. Ze dragen grote manden met vis. Zoals daar rechts in de hoek te zien is. Dan heeft de vrouw een grote vismand op haar hoofd. Maar het wordt allemaal nooit zwaar. Ze zwoegen niet. Er is genoeg ruimte voor gezelligheid. Dus dat is iets wat ook in de pers werd geschreven over Blommers werk, dat hij de zonnige kant van het vissersleven liet zien en dat hij een heel eigen, hij had Scheveningen niet ontdekt, maar hij had het op een heel eigen manier gezien.